uurtje. Het kost je slechts af en toe een uurtje. En weet je, dat hele kleine beetje kan echt heel belangrijk zijn. Je buurtje. Dit was de eerste live lancering die we hadden van de platform. Want toen we begonnen, Gerard, ja, toen zetten we gewoon die websites live. Hè. Dit was gewoon, toen waren we nog niet helemaal bewust van hoe feestelijk het zo'n moment is. En nou, in Oosterhuizen dachten ze daar anders over. En daar organiseerden we een heel groot dorpsfeest. Met een grote trog vol met huzarensalade, allerlei koren. En de wethouder die gaf iedereen een schep uit de trog. Ik heb er zo verschrikkelijk om moeten lachen. Maar goed, samen eten verbindt. En dat is iets wat we daar hebben geleerd. Dus dat gaat dus heel erg. No woman, no cry. No woman, no cry. Sit, sit. Said I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown. En hoeveel van? Die net niet. Oh, nee. Nee. Oh, dat deden wij. Wij deden dat zo. Langs. Ja. Ja, zo. Hè, met de ja. 20, ja. 24. Nou, mijn naam is Loes Wijfels. Ik ben sinds een tijdje tekstschrijver voor mijn buurtje. En ik ga jullie wat vertellen over hoe je nou een mooi verhaal kunt schrijven. Mijn buurtje, het kost je slechts af en toe een uurtje. En weet je, dat hele kleine beetje kan echt heel belangrijk zijn. Je buurtje is meer dan wat huizen en een muurtje. De mensen hebben dromen en een voel. Maar goed, we komen toe aan de afronding. Dus, maar we willen nog even terugkijken, want jullie hebben een aantal workshops gevolgd. Ik had zelf de workshop de Buurtschat Challenge. En er waren al meer dan 100 dingen met elkaar gedeeld. Hoe vonden jullie het vandaag? Wat neem je mee naar huis? Waar heb je iets aan gehad? Ik vind de sfeer heel erg goed, leuk, gezellig en positief. Ik had alleen nog maar online meegemaakt. En ik vind dit veel leuk. Ja, dat vind ik ook. Goed, dan tot slot wil ik jullie allemaal heel erg hartelijk bedanken voor jullie komst. En super tof dat jullie erbij waren. Ik hoop jullie sowieso over een half jaar weer te zien, maar voor die tijd al lang weer gesproken te hebben. En heel veel succes. Als er iets is, weet ons te vinden. En voor nu nog een hele fijne middag en een goede reis naar huis. I like to see you.